Nou, wat we hier zien is dat er bomen worden weggehaald omdat er uiteindelijk hier een windmolen komt. Dat is een van de 100 windmolens, waarvan er 4 in het Robbenerbos. Het is dus wel een onderdeel van de lijnopstelling van NUON. Dus het moest wel ergens in het bos. Oorspronkelijk waren er ook allerlei andere scenario's. En dit was het beste scenario. Omdat als ze aan de rand kwam, die bijvoorbeeld bij het IJsselmeer. Maar dan kon er geen enkele vogel meer binnenvliegen. Hoe wordt er rekening gehouden met vogels, met vleermuizen? Voordat de werkzaamheden zijn begonnen, hebben we al goed gekeken wat hier zat. Dan hebben we gekeken van wat kan hier broeden. En eigenlijk hebben we de potentiële plekjes, de mogelijke plekjes waar ze zouden kunnen gaan broeden, die hebben we dichtgemaakt. Zodat ze eigenlijk een paar bomen verderop, waar dus niet werd gewerkt, of wordt gewerkt, dat ze daar dan, daar eigenlijk als het ware even hun nestje verhuisden voor de komende periode. Specifiek voor de vleermuizen die hier ook zijn, als ze op een gegeven moment de windmolens over 2 jaar gaan draaien, dan zijn er bepaalde momenten dat die vleermuizen uitvliegen en dan worden gewoon de windmolens stilgezet. Wat levert het Staatsbosbeheer op, 4 windmolens in het bos? Nou, 4 windmolens in het bos levert sowieso meer duurzame energie op. Het levert ons ook ietsjes meer bos op, omdat wat er herplant wordt is iets meer dan wat er nu weggaat. En de gewone inkomsten die we hier uithalen, dat wordt weer teruggezet in het beheer. Zowel van dit bos, maar ook van andere gebieden die het erg nodig hebben. Ja, en de bomen die gekapt worden? De bomen die gekapt worden, we zien daar de snippers, die worden gewoon weer uitgereden over de wandelpaden. En het hout zelf, daar maken we gewoon hekken en paaltjes van. Dus die komen ook weer terug in het gebied.